Yo mensen van Dagelijks Games, en vandaag spelen we Minecraft, maar de wereld is anders erboven. Ik was een beetje vroeg. Maakt niet uit, we hadden deze intro getest. We spelen de Gravity Changer mod, dus maar zo even te zien. Wacht, ga eens daar staan. Oh, ja, cool. Waar staan? Ja, nou daar. Zo ziet je valt daar uit de wereld. we gaan vandaag survivalen. Het duurt ook even voordat je doodgaat. We gaan survivalen. We gaan proberen om iets van een huis te maken. En om diamonds te vinden, want wie wil er nou geen diamonds? Diamonds is om de eerst zien te krijgen. Ja, het leuke is, hè, als je die blokjes erop, dan kijk, die vliegen gewoon hier, tegen het dak aan. Wacht, kijk. Ik ga nu gewoon hakken. Kijk eens, dankjewel. Ja. Oké, maak het trouwens snel. Stop, die bomen die gaan weg. Ja, dat maakt niet uit. Komt goed. Dus we zetten hier wat hout neer. In deze boom spawnen we toch? Ja. Oké, dan zetten we even wat planks neer. Oh shit, die boom ging al weg. Oké. Ik ga even een andere boom hakken ondertussen. Het ziet er echt zo random uit ook als je ook met F5 speelt, toch? Ja, dat is echt raar. Maar ook alle blokken zijn ondersteboven. Ja, maar alle mobs en monsters en zo, die zitten gewoon. Die doen gewoon normaal. Die zitten gewoon lekker op de grond. Oké, ik heb een workbench. Ik ook. Oké, mooi. Zal ik wat steen hakken dat jij wat doorhakt met hout? Ja, ik ben hier bezig met. Wacht, hoe gaan we onder de grond komen? Nee, je moet gewoon omhoog houden. What the fuck? Dit is het. Ik snap het. Ik weet even niet wat hier gebeurt. Hoe kom ik daar? Hier, kom. Oh, hey, zo. Wacht. Hoe kom ik daar? Hier. Hoe maken we het trappetje naar beneden? Dit is gaat mijn crafting table. Oh ja, mooi. Oh ja, zo. Ja. Dit probeerde ik. Ja, ik zie er helemaal niks. Nee. Wacht maar, bouw, gaan we nu niet omhoog? We gaan nu naar beneden toe. Waarom naar beneden? Nee, toch? Ja, oké, okay, beneden. Oké, okay, wacht. Wacht. Ja, ik deed je gelijk. Wacht. Ik zie helemaal niks. Oh, cool. Dan kunnen we gelijk torch maken. Ik heb hier één torch voor. Nee. Kan je een torch neerzetten? Ja. Oh mijn god, kijk die torch. Oké. Okay. Hier. Worden de rest van de torches? Ja. Waar zit het? Oh, ik kan er niet bij. Okay. Ik kom een zombermaan. Ja, waar zit hij? Hier links ergens, hè? Ja. Laten we hem zoeken. Ik ben een zwaar over. Misschien is dat wel handig, ja. Maar... Wil je er ook in? Ja, graag. Het is zo'n random mod. Kijk, wat steen. Laten we trouwens eerst een basis maken, even buiten. Oh, hier. Ik heb wat steen aan. Oh, hij is daar. Oké, laten we proberen even een huis te maken met een kist. Want als we vallen, dan raken we alles kwijt. Hebben. Ja, weet je, zonder basis kunnen we niet verder. Ik viel al bijna af. Even kijken, welk hout ga ik hakken? Deze. Ik moet dus ook oppassen, want dat hout. Die leaves gaan dan weg. Dat is echt onze enige ondergrond. Klopt. Maar daarom moeten we even... Ik heb een ondersteboven zombie. Echt? Oh, wacht, ik moet naar je toe komen. Wacht. Oké, ik heb redelijk wat hout nu. Waar ben jij? In de cave ergens. Au. Waar is de zombie? Wat is dit? Zit hier. Oh! Wat de hel? Oh shit! Oké. Hoi! Hey! Ik ga dood. Oké, hij is dood. Oké. Okay. Op zich kunnen we wel even deze cave... Als we hier ijzer vinden, weet je, dan... Ik word ergens vandaag geschoten. Ik ben dood! Nee! Shit. Oké, ik ga snel de cave in.
Waar was dat? Au! Oh, hij zit natuurlijk boven ons. Ja, er zit ergens in de skeleton verstopt te schieten. Kijk naar die pijlen, joh. Waar zit hij? Oh, hij zit daar! Hij zit hierboven! Ja. Wacht, maak het dicht, maak het dicht. Oh, dat griffel vliegt ook omhoog. Gaan we die keer... Hier gaan we eruit. Oké, okay. Oh, kijk dit ravijn hier. Kijk dit ravijn. Dit is je dood als je hier valt. Ik was geduwd door iets. Volgens mij zit hier ijzer, er zit hier ijzer. Lekker. Ik heb geen pickaxe meer, heb jij nog een pickaxe? Ja. Hier. Oh. Waar is... Oh, kijk dit. Oh! Wat de hel. Dit is een wooden pickaxe, daar kun je geen ijzer mee hakken. Ik heb hier wel steen voor, maar ik heb alleen geen ding meer. Wacht, ik heb twee hout voor. Ja, ik heb hout. Oh. Ik maak een pickaxe, we hebben allebei een pickaxe. Voor dat steen, dat gaat natuurlijk weer helemaal omhoog. Waar? Het fuckt echt met mij dat ik niet weet... Dat ik niet weet of we nu dieper gaan, zeg maar, of niet. Ja, omhoog is dieper. Ja. Maar het enige is, ik heb helemaal geen eten. Ja, ik heb twee rotten flash. Mag ik niet? ik leef. Oh, nee! Nee! Daar gaat het rotten flash! Het enige eten! Oké, nu snap ik elke keer zijn spullen naar mij dropt waarom dat gebeurt. Want ik denk er ook niet aan. Ja, in principe hebben we maar 3 iron nodig, hè? En dan kunnen we sowieso een pickaxe maken. Ja. We gaan voor die diamond. Autojump zit aan. Wow. Oh ja, dat zou ik even uitzetten, dat autojump. Dat ging niet bijna. Oh, ik probeer ook die torch op het dak te plaatsen, want ik denk dat dat de grond is, toch? Maar dat... of dat is voor ons... Ja, dat is het dak. Normaal, maar dat is voor ons de grond. Ik ga even terug naar de B. Naar de basis. Naar de basis. Onze kleine basis die we hebben. Ik ga nog heel even hier wat dieper. Zo, die cave gaat echt heel ver. Ik heb alleen geen torches meer, nu wel. Hoppa, oké, ik heb heel veel iron. We moeten eigenlijk echt zo'n hele grote cave zien te vinden, toch? Dat is wel echt, dat we... Weet je, dat wordt echt heel lastig om zoiets te exploren. Oh mijn god. Wat is het waterzwem is ook zo raar. Nee, een zombermaan. Ben je in het water? Ja, kom. Oké, wacht, ik kom er weer uit. Dan kunnen we even ons iron omsmelten. Oh, wacht, ik ben het kwijt, denk ik. Maar die zombie kan me toch niet aanraken. Oh ja, we zijn eigenlijk alleen bang voor die skeletons. Ja, dat is ook een gekke show. Je ziet ze ook niet, want ze zitten ergens gewoon stiekem op het plafond verstopt. Even kijken, waar zijn we vandaan gekomen? Ja, ik ben ook de weg hier, naar. Denk ik. Ik moet weer richting die zombie lopen. Oh, ik zie jou. Weet je, normaal zou ik gewoon eruit hakken, toch? Maar nu zeg ik van ja, als je dat doet, dan val je van de wereld. Weet je? Maar we moeten niet hierheen, in ieder geval. Hoe ben jij daar, waar ben jij? Ben jij al uit de cave? Nee. Je moet naar mij, want hier hebben we die workbench geplaatst. Dus daar ergens zit een gat in de muur. Als het goed is. Waar zijn we van? Oh, ja, we zijn hier langs het ravijn gelopen. Nee, ik heb het gevonden. Ja? Ik heb zeg maar een half hartje. Eén tikje en is klaar met me. We moeten even snel een kist plaatsen. En dan daarom ons huis heen. Oh. Daar ga je spullen. Weet je waar je dood bent gegaan? Ja. Oké, mooi. Want ik kan de uitweg niet vinden. Ik ben oprecht, ik ben verdwaald. Oh, ik zie jouw naam. Oh, ja, mooi. Hoe komen we daar? Welke kant is er uit? Deze kant, denk ik. Nee. Naar beneden lopen, ja. Ja, naar beneden, want naar beneden. Juist, yes, ik zie het. Oh shit, dit is al nacht. Waar is die crafting table die ik had geplaatst? Ik heb geen idee. Oh, ik heb weer een nieuwe crafting table gemaakt, trouwens, bedenk me nu. Oké. Ik ga een kist maken, dan kunnen we onze spullen opbergen. Hoppa.
Oké, ik heb het ijzer erin gegooid. Oké, eens even kijken. Er zijn andere spullen teruggevonden. Mooi, 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 mooi. Het duurde eventjes hoor. Dat is, geloof ik. Het is ook al nacht. Ja. Ik probeer ook gewoon kobbel te hakken en alles valt gewoon op het, op het dak dat je het niet oppakt. Oké, ik kan één overmaken, dus dan kunnen we wat iron spullen maken. Ja, dat is wel goed. Hoppa. Zo, oké. Het iron zit in de oven. Eens even kijken dan. Deze was toch niet te doen. Je moet gewoon letterlijk over de bomen lopen. En we moeten nu gewoon op zoek gaan naar mij. Ja. Ik kan gewoon die blokjes niet pakken, want alles valt op de... Oh. Ik vlieg er bijna af. Ik zie een zombie. Er vliegt een zombie naar me toe. Ik ga proberen die zombie te killen. Wacht, ik heb een zwaard natuurlijk. Waarom hit me niet met een zwaard? Hoppa, zombietje gekild. Ik loop hier ergens rond, hou ik op geen idee. Oh shit. Oh. Ik wil eigenlijk ook even dat water... Wacht, ik ga proberen dat water te bereiken. Even kijken hoe dat is. Waar ben je? Ja, ik ben gewoon bij spawn. Buiten. Ja, ja. Zo fucking random. Oké, hoe kom ik dat... Ik heb niet genoeg blokjes. Ik heb meer hout nodig. Meer hout. Hoe meer hout ik haak, hoe meer onze brug van weg gaat. Van hoe meer ons looppad, zeg maar, weg gaat. Hoe dan? Oké. Ik denk dat ik genoeg... Ja, ik heb 86 blokjes. Hier moet ik wel het water in kunnen gaan. Hoe ben je daar gekomen? Ja, maar gewoon lopen. Gewoon via die bomen. Over de bomen. Ja, en ondertussen even wat paardjes maken. Ga je ook mee het water in? Of willen we hier ons huis maken? Dat is zo... Ja. Dat is zo... Dit is de grond. Ja. Dit is de grond. Dat is gewoon een... Sky roof, of een ocean roof. Ja, dat is gewoon heel ziek, maar hoe toch? Gaan we zand hakken? Het valt er gewoon omhoog? Oh, nee, oh, oh. Nee, dat valt... Oh, dat blijft hetzelfde. Ja, dat blijft hetzelfde. Dat valt niet de wereld uit ineens. Oké. Ja, we moeten iets meer bomen hakken. Ik moet even zorgen dat ons pad niet weggaat door wat hout hier neer te zetten. We zijn het skybridge gewoon. Ik heb een sapling. Hop. Okay. Opplaatsen. Ja, ik denk dat het makkelijkst is om als we zo bouwen dat we ladders maken, want dan kunnen we even... Dan kunnen we makkelijk denk ik ons huis inkomen. Ik weet dat is niet... Hoe gaan we dat doen met een deur? Hoe werkt dat? Wie krijg ik deels aan? Nee, ik maak hier een nieuwe. In ons huis natuurlijk, hè? Hoppa, hier, kijk. In ons huis. Ik ga een deur maken, wacht. Aanschouw. Oh, die wil die natuurlijk niet plaatsen. Niet? Nee, want het is natuurlijk... Hij moet natuurlijk boven plaatsen. Ja. Kijk, je moet het zo doen. Nou, dit is ons huis, welkom. Kijk, hij moet wel symmetrisch, hè? Dus zoiets moet er gaan worden. Oké. Okay. Kun je dan zeggen opofferen? Hoe ga je ze opofferen? Kijk. Jij gaat... Oh, wacht, maak hier even ook een kist trouwens. Nee! Oh mijn god! Ik wilde het droppen. Ja, daarom wou ik zeggen, maar... Oh, die kist kunnen we niet in, want er zit natuurlijk een dak boven. Oké, nu de spullen in de kist die je niet kwijt wil raken. Oh.
Wacht, ik wil ook het water. Ik wil ook het water in. Ik heb eten nodig. Ah, je kan jezelf zo killen. Geef me die vis. Stop je spullen in de kist en spring van de wereld. Hoe ben je... Maar hoe ik val je dood? Echt dood? Waar viel je op? Ik heb natuurlijk weer 1 op. Nee! De dingen gaan los weg. De blaadjes. Ja, dat hoort erbij. Oh mijn god. Hoort erbij. Oké, laten we ons huis... Ik heb geen dingen meer. Hoe ga je zo vaak dood? Wat gebeurt er met jou? Die blaadjes gaan lekker weg hier. Ja, wacht, oh, je hebt natuurlijk geen blokjes om een pad te maken, hè? Nee, helemaal niks meer, hè? Weet je, het belangrijkste is gewoon dat we niet het ene blokje hakken waar we spawnen. Anders is het klaar. Kijk. Ons huis moet zo uitzien, toch? Zo dat het hout zo is, toch? Wacht, ik ga ook even het water in. Op een of andere manier ben ik bang om die jump te doen, terwijl in normaal Minecraft zou ik nooit bang zijn om zo'n klein jumpje te doen, toch? Oh lekker, ik zit in het water. Ja. Oké, mooi. Ik moet eigenlijk even een trap maken. We moeten even een ladder, dat we het water makkelijk in en uit kunnen. Kut, maar hoe... Ik durf niet adem te halen, want ik ben bang dat ik dan doodval. Ja, dat val je ook. Ja. Kan je korte... Oh, kan je kort ademhalen? Ga je daar gelijk? Oké, het kan wel, maar ik vind het heel spannend. Om even adem te halen. Oké, wacht, laat me mijn spullen in de... Oh! Zo val jij dood zeker de hele tijd. Oké, ik ga mezelf even killen. Ah, wat wordt ons huis lelijk, zeg. Het meest mooie is als ik straks die gravity uitzet, toch? En dan dat we ons huis gaan kijken. En dan... Dat is ineens normaal. Oké, kom maar aan. Er liggen een chest in het dak. Ja. De meest normale chest ooit. Ja, en dan gaat ook een ladder, die gaat niet omhoog, die gaat naar beneden. Ja. Yeah, die gaat natuurlijk naar beneden. Oké, laten we gewoon... Ik bedoel gewoon, ik ga ook niet eens moeilijk doen of het mooie hout of niet. Ik ga gewoon hout erin zetten, dan ben ik gewoon tevreden. Weet je, als staat er een blok, dat is prima. Ja. Oh, en al die blokjes. Oké, ik heb ze. Er moet gewoon één raampje, ja? Er moet één raampje in, dus ik laat het aan jou over om zand te verzamelen, want jij kan dat vast wel. Ik ga zand verzamelen. Ik wil alle kisten, alle spullen in de kist. Ja, dat zou ik zeggen. Ik garantie dat ik terugkom. Oh nee! Nee, daar gaat mijn hout! Oh wacht! Snel, als je dood valt, drop alles op de grond. Als je dood gaat, moet je gewoon alles uit je inventory gooien, toch? Want dan valt het op de grond. Wacht, ik heb de tactiek gevonden. Ja. Oh shit. Sloffie, kijk. Oh, ik zie jou doodvallen. Nee. Wacht, dan kom je zo bij mij, dat is mooi. Wacht, kijk waar mijn spullen zijn. Kom maar zien. Ja, ik heb ze gedropt en ik doodring, toch? Maar ze liggen aan de andere kant van de brug. Die liggen heel hoog. En dan moet je springen. Ja. Nou, op zich, ons huis ziet er mooi uit, zeg ik het zelf. Ik ben best tevreden. 1, 2, 3. Ik zie 1, 2, 3, 4. Ah, hij is 5. Oké, mijn blokjes zijn weer bijna op, maar we gaan gewoon met het wit hout verder. Oké, het huis is bijna af, kan ik je vertellen. Ik heb 12 zand. Mooi. Ik wel een beetje verzoenen. Ja, 12, ja, tuurlijk. We hoeven maar één braampje erin te zetten eigenlijk, hè. Dan ben ik tevreden. Pak naar beneden. Dat is ook zo mooi met een ladder ons huis hebben gemaakt.
Ik ga even ons oven meenemen. Onze andere spullen. Hoppa. Iron erin. Ik heb nog even wat planks nodig. Hoe heet het? Gewoon normale hout. En dan... Ik ben echt heel benieuwd hoe dit er dus uit gaat zien. Als het niet in de crafty mod aanstaat. Oh shit. Yeah. Ik ben bijna dood daar. Ik zeg, het ziet er nu... Ja, het ziet er raar uit toch? Omdat hij vliegt, maar... Oh. Ben je nou verdronken? Ja. Ik weet niet wat ik moet doen. Moet ik omhoog of omlaag? Ja, het fuckt echt met je brein, hè? Ja, het is echt wel raar. Maar dat maakt niet uit, want ja... Het is... Kijk, ons dak wordt ook zo, weet je wel, dat zo'n rondje in zit. Kijk mij. Yo. Wat gezellig, hè. Kijk, wacht. Oh, ik had trouwens een oven meegenomen. Ga met zand koken. Hoppa, daar komt glas aan, Ik heb meer hout, We moeten even, weet je wel, van die trappetjes... Onze ladder zit toch niet in het midden? Oh. Ik was vergeten dat ik die ladder vanaf boven moet hakken. Ik heb even trappetjes gemaakt. Zo kom ik er nou tekort? Maar... Wacht, ik kom tekort. Oh! Oh. Hoppa, boom. Kijken waar... Ja, mooi. Lang niet genoeg trappetjes hiervoor. Ik moet veel meer hout hebben. Hout? Ja. Kijk, er komen van die sters, weet je wel. Want dat geeft een ziek effect. Oh, ja. Maar staan die sters zeg maar dan ook onze kant op? Nou, de sters staan voor ons onze kant op, maar... Dus als... Oh ja, natuurlijk. Ik ga kiezen hoe je wilde. Ja, tuurlijk. Oh shit. Oké, ik heb nu redelijk wat hout. Ik heb hier ook nog 8 hout voor. Oké, ik heb zo ook eens een megaboom hier. Die zijn fijn. Oh, het wordt ook weer nacht, hè? Dan komen weer al die monsters. Oké. Oh, mijn boom gaat hier kapot. Oké, ik heb een stekhout. Dat is perfectie. Hoe kom ik daar? Wacht, ik moet omhoog bouwen. Het is ook heel raar, want je ziet waar je zeg maar oploopt, maar je moet er eigenlijk onderdoor gaan nog, toch? Ja. En Gravel gaat ook gewoon omhoog. Ja, dus ik vind het half Gravel vanuit mijn voeten kwam. Oké. Kijk, hier is ons ding. Oh, shit, ik ben aan het zwemmen. Oké, ja, mooi, ik heb het gered. Heb jij nog toortjes? Nee, ik heb niks. Heb ik nog... De kool zit in de oven, denk ik. Shit. Ah, stel, we zouden dit nu weer normaal maken, hè? Dus ik was het normaal. Ze komen ons huis niet eens in. Nee, klopt. Oké, ons dak is van dirt. Nee, het ons huis in. Het huis is klaar. Kijk dan. Oh ja, ik zie het. Kijk, hoe mooi. Ik heb één torch kunnen maken. Oh, we kunnen nog veel meer torches maken. Ja, we moeten nog... Kijk, ja, mooi. Hoppa. Hier, deze ladder gaat ook naar de mine. Omgekeerde mine. Heb je glas? Ja, hier is mooi, hier. Oké, ik doe hier twee van die raampjes zo, hoppa.
hebben we hier zo'n... Ja, maar wel dat plat glas. Ja, oh shit, Max kapot. Hier moeten we van die paints zetten, van die paints. Waar is de iron heen? Dat weet ik niet. Man heeft alle iron gepakt. Oh, kut. Ja, mooi. Even van buiten bekijken, hoor. Wauw. Het lijkt alsof we gewoon niet ondersteboven zijn, joh. Als het er zo uitziet. het ziet er gewoon heel normaal uit. Waarom hebben we hier dirt? Ja, nee, dat hoort. Ik had geen hout meer. Ik heb hout. Wacht, we moeten... Wacht, de trein. Hoppa. Oké, dan gaan we nu de mine maken, hè.